Hallo gasten, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe Sims 4 aflevering. We zijn weer vandaag weer aangekomen met ons familietje, IV. En ik denk dat we vandaag even gaan beginnen. Kom op, nou, microfoon stands. Werk je ermee? Nou. Laten we vandaag even gaan beginnen met het huisje te inrichten. Want wij hebben, ik weet niet hoe het huis heet eigenlijk. Heel even wachten, ik ga even mijn... Nee, erop. Gat. Het is me gelukt. Eindelijk. Ik kan eindelijk mijn cam weer eens goed terugzetten. Want nu is het niet meer nodig. We gaan vandaag weer verder met Sims. We gingen het huisje inrichten, had het net al gezegd. Nou, ten eerste, ik denk dat we hier van een gamekamer gaan maken. Dat lijkt me wel vet. Ik doe helemaal niks. Mijn muis ook niet. Wat is dit? Dit is heel vaak zo bij mij. Is het gestopt? Ja, het is gestopt. Dus daar gaan we een paar bureautjes neerzetten. Oh, bureau. Ik ben niet zo'n hele goede Franser. Ik ben niet heel goed Frans. Kom, dat wil ik dat ook niet krijgen. Nou, drie dan bureaustoelen. Oh. Bureaustoelen. Oh, dat staat er ook gelijk. Dat is best wel handig. Dan nemen we deze stoel. Deze en deze. Dan nemen we een computer. Deze kunnen we kopen. Dat zijn gelijk alles geld kwijt. Dus ik kost 1000 euro en drie daarvan. Ik kan die kopen. Dus dan doen we die maar. €7000 over. Nou. Hier zetten we een paar bedden neer. Godverdomme. Hier zetten we even een paar bedden neer. Want ze moeten natuurlijk ook slapen. En als ze geen slaap hebben, dan worden ze heel lui en zo. En soms is dat best wel irritant. Hoeveel kost deze? €1000. Ben je dat opnemen? Oké, twee bedden. En we zijn met z'n vieren. Nou, dat kan precies. Banken en zo. We hebben echt te weinig geld voor dit en zo. We moesten het gemeubileerd kopen. Nu moet ik alles zelf betalen. Dat is zo stom. Oh. Televisies. Die erop. Ook die erop. Oké. Die erop. Nu hebben we een bank. En ik vind het altijd wel chill als twee... We hebben €800 nog over. Waarom koop ik die? Oh. Vergroting. Als de mensen deze video kijken en niet weten hoe dat moet, moet je control. En je weet wel, dit dingetje wat zo staat. Shit, zo. Zo. Wat? Hoe ziet het er dan zo uit? Het is een half vierkantje. Dan moet je dan drukken en dan wordt die groter of kleiner. En soms werkt het niet. Dan moet je even met je muis heen en weer gaan. Als je groter wil maken, moet je op de rechterkant van het half vierkantje drukken. Nou, dan hebben we dit geregeld. Klaar. Keuken, dat meen je niet. Te veel.
klaar. We hebben 1000 euro over. We hebben helemaal niks. We moeten echt snel een baan vinden. Een carrière beginnen. Spa. Ah, lekker. Nog een slok. Wat? Deze ken ik helemaal niet. Bedrijfsleven. Plantbaarheid. Als je al hard in een sprongetje maakt bij het horen van de bedrijfstermen. En zo. Nou, ik wil iets echt wat maken. Ik weet niet hoe vaak het geld kan zien. Hoeveel het oplevert. En. Ik wil een. Nou, ik ben sowieso geen atleet. Ik wil astronaut worden. Het lijkt me zo vet, hè? En Vigo wordt krijg ook een baan. Oké. Okay. Vigo. Vigo weet ook echt helemaal niks. Dus die wil vast techneut worden. Gewoon even lekker de hele dag gamen. Zal ik even niet praten? Oh shit. Ga even wachten. We knippen het niet uit. Het is wel leuk om het erbij te knippen. Waarom? Wat kijk die? Deze ken ik al. Ik ga ze zo gevecht houden. Hachi! Ik heb een kwarktaart. Wanneer is onze baan überhaupt? Beschikbaar vakantie voor 3 dagen. Over 13 uur. En we hebben nog maar 1000 euro over en zometeen komen de stroomdingen. Ja, nou, dan lukt het niet meer. En weet je wat we gaan doen? Dat is meer iets te veel hoor, dit. Bam, weg. Het levert ons iets op. En we zoveel computers hebben dit nodig. Ik heb ook echt van die hele dure bureaus. Maar ik ben gewend dat ik altijd met 1 miljoen euro begin. Want ik ben altijd een cheater in Sims. Want ik kan niet tegen als ik te weinig geld heb. Oh. Oké, we hebben geen post. Oké. Oh, we kunnen Vigo maar alleen proberen een kindje te maken. Dat wil ik wel doen. Kindje proberen te maken. Als ze dat willen natuurlijk, hè. Hier lijst ook even mee. Ja, kindje maken. Ja, lekker. Oeh, we hebben iets heel verkeerds gedaan. We hebben echt iets heel verkeerds gedaan. Maar wilt iemand een ojaatje doen? En als iemand ligt te pitten, kan hij dat niet? Even weggaan. Ik kan dat je mag niet slapen. Nee! Ja, Sunny. Ga weg! Met je. Ik wil hier een muur tussen plaatsen. Oké, muur.
Ja, tegen wie praat je nu? Tegen muur. Oh, terugplaatsen. En een hele mooie deur erin houden. Maar waarom gaan de vier gewoon helemaal een gek kindje maken? Probeer het nou gewoon even. Dan heb ik nog een hap van mijn kwarktaart. Waarom heb ik dit altijd? Ga nou batsen. We hebben bellen zat. We hebben z'n virus. Iedereen kan in zo'n bed. Ja, waar ga jij slapen, Vigo? Op een bank buiten. Nou. Is je echt buiten? Of zo. Buiten. Maar ik bedoel buiten. Het is echt lekker slim. Ja, ga maar lekker van je stok af. We maakten gisteren de beste opmerkingen ooit als gewoon. We hadden een schim. En we moesten. Shit, hoe heet dat weer? Met een. Met een stok tegen baas. Hockey. En dat moesten we doen. En toen zei iemand. Noah, mag ik je steek? Toen zei ik. Je mag alleen zo steken als je. Je mag alleen zo steken als je zijn vriendin bent. Vond ik een leuke opmerking. Maar alleen kan nu aan vaardigheden. Een computer, tablets, motion, game, rigs. Oké. We gaan even terugkeren naar huis. Want. Ja, I don't know why, maar we. Ja, vier moet het schaf achter 7 uur melden. Dat is chill. Ik over 5 uur, dat is nog chiller. Dat is nog chiller, want dan kunnen we geld verdienen. We hebben nu nog maar 2300 euro. En dat is al echt heel erg weinig. Dus dat is heel erg chill. Lekker hap van mijn kwark, dat. Jullie kan een Vigo zien opdrukken. Vind ik heel mooi om te zien. Ja, Alpha wil jou verspreken. Ja. Hé! Hey.